Ja, dan moeten we eigenlijk het filmpje wel beginnen zoals je altijd de video begint, oh, toch? Slap, heel slap. Ja, ik wil dat best doen, hoor. Ja, toch? Ja, dat vind ik prima. Nou, daar gaat hij dan, hè. Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. Ja, ik zat achter jou toen net bekendgemaakt werd dat je de kandidaat en de burgemeesterskandidaat bent. En een beetje met thuisgrond. En mijn dochter van 14, die zei, wat, zit je achter Charda? Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, dat soort dingen. Maar ja, grappig, hè? Ja, want je bent op TikTok, op social media, naar Charda Struiken. Je begint altijd je filmpjes met ik ben Charda, ik ben bijna blind. Ja. En nu ben je, ik ben Charda, ik ben bijna burgemeester. Dat is een stap. Bijna blinde burgemeester, ja. Ja. Ja, is dat een dingetje, denk je? Nou, het is wel. Het is natuurlijk nog niet zo vaak gedaan. Er is nu één blinde burgemeester en daarvoor is er ooit nog maar één geweest. Ik denk niet dat het allemaal hetzelfde is. En dat zinnetje heb ik ook ooit bedacht. Want je ziet, als ik jou aankijk, dan kijk ik je niet in de ogen. En mensen, daar kreeg ik heel veel vragen over. Dus ik dacht, van hoe los ik dat nou zo snel mogelijk op? Nou, met dat zinnetje dus. Dus het is ook wel ergens vandaan gekomen. Het is wel, het maakt mij wel wie ik ben. Nou, waar kijk jij nu naar dan, bij mij, zeg maar? Ik kijk gewoon naar je hoofd. Oké, maar dat zie je dan, want ik zag, je ziet 5%, toch? Ja, nou ja, dan zie ik een omtrek van iemand en ik weet ongeveer hoe groot je bent, dat weet ik. Niet zo heel groot. Dat, nee, dat zie ik nog net. 1,67 of zo. Oh ja, nee, dus dat zie ik, maar ik zou je niet zo snel meer herkennen. Of er moet een bepaalde context zijn die mij info geeft om te kunnen zien of merken wie jij bent. Ben je dan niet, nu dit bekend is, dat je dan burgemeesterkandidaat bent, denk je niet, er gaan de reacties komen of laat je dat gewoon lekker van je afglijden? Of denk je, nou, dat komt vast niet? Nou, ik weet, omdat ik zelf niet op social media zit, al na 1,5 jaar wel echt actief, die reacties komen er. Dus weet je, en ik kan me dat ook heel erg voorstellen. Het is ook een beetje onwennig. Er zijn allemaal dingen die mij anders maken misschien dan een andere burgemeester. Of dan de burgemeester die hier nu zit en die een heel mooi iets heeft neergezet. Dus die reacties komen sowieso. Ja, en ik vind dat niet altijd even leuk. En aan de andere kant zijn er ook weer de positieve reacties die dat weer goed maken. Dus ja. Waarom wil je burgemeester worden? Of tenminste, je wordt burgemeester. Ja, nee, ik vind het. Ik doe nu heel veel dingen los. Dus ik ben en spreker, adviseur. Ik zit in de gemeenteraad en ik zit op social media. Ik doe ook nog wat dingen in Den Haag. Dat is allemaal los. Maar voor mijn gevoel is burgemeesterschap is dat iets wat het allemaal verenigt. En ik ben echt een mensenmens. En burgemeesters, hun kern, vind ik in ieder geval, is echt mensen. En dat past. En nu gaat dat hele circus draaien. We gaan nu op naar 7 november. Hoe ga je nu voorbereiden op die periode? Heel veel praten met mensen. En niet zozeer in de gemeente zelf, want ik vind, dit is gewoon niet mijn tijd nog. Maar wel met andere burgemeesters. Dat heb ik ook al veel gedaan, want ik moet wel gewoon, nu heb ik juist tijd om wat meer, zeg maar, nog meer te weten te komen hoe ik dat straks het beste kan doen. Ja, hoe heb je het eigenlijk gehoord dat je burgemeester werd? Nou, ik werd net nadat het besloten gedeelte klaar was, werd ik gebeld door de voorzitter van de vertrouwenscommissie. En die bracht mij dat nieuws. Ja. Je was al wel dan, want dan ben je heel snel hier naartoe gekomen. Ja, het is wel het idee dat je dan een beetje in de buurt of woont of bent. Nou ja, wij wonen niet per se in de buurt, dus ik moest wel een beetje in de buurt hier rondrijden, zeg maar. Dus er zijn hier allemaal mensen in de regio geweest. Die hebben allemaal rondjes gereden. Allemaal verschillende kandidaten. Nee, want het is wel zo dat er 2 kandidaten zijn. Oh, die zijn er over. Ja, kandidaten. Ja, het is een ingewikkeld proces. Ik doe iedere maand de podcast met Jaap Smit, de commissaris van de Koning. Want daar ben je dan in eerste instantie mee in. Ja, die heb ik ook gesproken. Ja, klopt. Maar hoe spannend is dat telefoontje dan? Ja, heel spannend. Wat doet dat met je? Ja, dan komt echt een bepaalde kant. Ja, dat is gewoon heftig. We zaten allebei in de auto's en nu... Ja, je weet het niet. En het proces, dat heb je bij elke baan. Dit is natuurlijk geen baan, dit is echt een ambt. Het is nog veel meer. Je gaat ook verhuizen. Maar hoe dichter je bij iets komt, hoe meer je gevoel hebt van... Wow, dit is gewoon wat ik wil. Ja. Maar dan zit je in die auto, je wordt gebeld. Dan ga je hier naartoe. Nou, de raad feliciteert je, de aanwezige mensen. Nou, je hebt gelijk wat interviews. Ja. Heb je nou al de tijd gehad ook om wat andere mensen te bellen? Nou, ik heb wel, want ik werd gebeld en toen moest ik nog heel even wachten 5 minuten. Dus toen heb ik wel mijn ouders gebeld en mijn zusje. En dat vind ik het belangrijkste op dit moment even. Ja. Ga er lekker van genieten. We gaan elkaar vast de komende tijd vaker spreken. Dankjewel, Rudo.